Oké, welkom terug allemaal. In de video van vandaag trek ik er opnieuw op uit. Dit keer, dus opnieuw voor straatfotografie. Dit keer laat ik de 23 mm f2 lens die ik normaal gebruik op mijn X-T1 Fujifilm body. Dit keer laat ik die thuis en ik vervang die door de 10 tot 24 mm f4 zoomlens. Dus ik ben vooral benieuwd of een zoomlens en dan deze zoomlens specifiek, dus een breedhoek zoomlens, of dat geschikt is voor straatfotografie. Ik weet dat die geschikt is voor natuurfotografie, voor landschappen, dat die daarvoor veel gebruikt wordt. Maar ik zou vooral willen weten of ik daar ook iets mee kan doen op straat. Ik ben daarvoor naar Ronse getrokken. En in Ronse waren er op dat moment de Bommelse feesten aan de gang. Dus ik dacht, dat is het ideaal moment om veel volk op straat, om veel foto's, om de mensen in hun feestgang te gaan fotograferen. Maar dan bleek als ik daartoe kwam dat er eigenlijk geen kat op straat was. Dus ik ben er waarschijnlijk op het verkeerde moment aangekomen. Het was ook wel heel koud. Het was iets van 2,5 graden, onder de 3 graden in elk geval. En op zich, ik weet dus dat mijn 23 mm lens, dat die goed werkt. Maar ik wou deze proberen omdat die als extra onder andere de mogelijkheid biedt om nog te gaan in- en uitzoomen. Dus om uw compositie te gaan bepalen achteraf. Nu f4, dus minder lichtsterk, maar voor straatfotografie mag dat geen probleem zijn. Want sowieso ga je, of ik ga toch vaak op manuele focus gaan werken met een zeer groot scherpte-dieptegebied. Wat je eigenlijk bekomt door uw lensopening zo klein mogelijk te zetten. Dus ik ga vaak, vertrek ik bij f8 en voor 23 mm ga ik soms naar f16 als ik dichter bij de mensen wil gaan. Op deze 10 tot 24 heb ik gezien dat f8 zeker bij 10 mm ruim voldoende is, omdat je al vanaf 1,5 meter eigenlijk tot op oneindig alles scherp in beeld krijgt. Dus dat is zeker wel een pluspunt van deze lens. Maar dan bleek wel dat die 10 mm, dat is eigenlijk 15 mm omgerekend naar 35 mm kleinbeeldformaat, dat die te veel vertekening toonde en dat die eigenlijk het heel moeilijk maakt om mensen dicht in beeld te brengen. Dus eigenlijk alles wat hij fotografeert, alles gaat ver uit elkaar getrokken worden en op een verre afstand. En dat maakt eigenlijk dat bijvoorbeeld de lege straten hier nog leger lijken, omdat je grote leegten hebt. En je moet eigenlijk al echt tegen de mensen aan gaan staan om iemand zijn gezicht in beeld te krijgen. Daarvoor is die 23 mm veel beter, omdat je dan ook van op een afstand van 2 meter kun je perfect iemand zijn gezichtsuitdrukking fotograferen. En dat is niet gelukt met die 10 mm. Nu, dan kun je natuurlijk die 10 mm gaan inzoomen en op 23 of 24 mm gaan gebruiken. En dan kun je dat natuurlijk wel, maar dan verlies je natuurlijk wel het voordeel van die lens. Het feit dat je die zoomlens bij je hebt, dan kun je eigenlijk evengoed die 23 mm lens gebruiken. Toegeven, met de 10 tot 24 kun je nog een klein beetje spelen. Stel nog dat je vanaf 18 tot 24 mm, dat dat een goede beeldhoek is om mee te werken, dan zou je nog kunnen stellen, oké, je loopt daar eens rond, je ziet iets en dan kan je nog wisselen tussen die 18, die 20, 23, 24 mm beeldhoek, een klein beetje je compositie gaan aanpassen door in of uit te zoomen. Zonder dat je van je locatie moet wijzen. Als je met die 23 mm fotografeert en je wilt je compositie aanpassen, moet je eigenlijk wel een paar stappen vooruit of een paar stappen achteruit doen. Met deze zoom kun je dan eigenlijk zoomen, zou je denken, maar in de praktijk blijkt dat praktisch onbruikbaar. Juist omdat op het moment dat je zoomt, gaat eigenlijk ook je scherpstelafstand een klein beetje gaan wijzigen. Dan gaat een klein beetje meedraaien, waardoor je eigenlijk telkens dat je, bij het minste dat je zoomt, je manuele scherpstelling volledig ontgrendeld wordt. Dus eigenlijk is de kans groter dat je scherpstelling verkeerd staat op het moment dat je afdrukt als je gezoomd hebt, dan dat je een betere compositie bekomt. Dus ook op dat vlak ook al niet bruikbaar. En dan komt ook nog erbij dat de lens, de 10-24, dat eigenlijk veel groter is dan de 23 mm, plus dat die ook duurder is. Dus je kan eigenlijk voor de prijs van een 10 tot 24 f4, kan je eigenlijk 2 prime lenzen, lichtsterke prime lenzen kopen, zoals de 18 mm en de 23 mm f2. En dat zou ik eerder aanraden als je op zoek bent naar lenzen voor straatfotografie. Of een van die 2 lenzen, afhankelijk van welke beeldhoek u voorkeur. Je kunt ook de 35 gebruiken trouwens als je nog dichter of verder op de mensen wilt gaan staan en ze dichter in beeld krijgt. Maar eigenlijk wat straatfotografie betreft heb ik weinig goeds te zeggen over deze 10 tot 24 mm lens. Het is een heel mooie lens, maar het is gewoon niet geschikt voor straatfotografie. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende.